Dat er niks in zou zitten. Dus die is leeg. Dus als ik morgen iets lees op Smoelenboek, van er zaten er al 500 stemmen in, van de ene op de andere. Dat kan niet. Het niet, Ja, nog een keer een goede middag allemaal. Ik hoop dat we allemaal een klein beetje stil zijn als er wordt gepresenteerd, want mijn stem laat het af en toe afweten. Ik weet niet waarom, maar toch is het. Ja, we gaan beginnen met Judith nummer 1, prins van het Vlaams gewest, Johan, 2011. Prinses van het Vlaams gewest, Nicole, ik wilde weer al. Ik wil altijd weer een ander naam zijn, Cruella wil ik altijd maar zeggen. 2014. Onze regerende prinses van het Vlaams gewest, Lisette. Lilian. Lilian. Regerende prins van het Vlaams gewest, Andy. Dat is Lilian, ja. Prinses Lilian. Tempst. Ja. Nu, hè. Stok ik hier met mijn mond vol dan. Die jeugd van Antwerpen. De prinses. Ja. En de prins. Juist verkozen. Een hartelijk applaus. Getuigen voor kandidaat Kiana, Rita de Koster. Van Bielvoorde. Getuigen nummer 2 voor Kiana, podiumgeile madame Katrien. Dank u. Getuigen nummer 1 voor Joya, Marina. Getuige nummer 2 van Joya, ben ik die naam ook weer van kwijt. Cathy, ja. Deze verkiezing wordt gecontroleerd door het NKCN. Ze zorgen ervoor dat alles eerlijk gaat verlopen, samen met de organisatoren. De controleur van vandaag, Dirk Pio. Een jury zonder de secretaris en... of een secretaresse in dit geval. En de voorzitter heb ik niet, alle twee zonder stemrecht. Secretaris, secretaresse, René. En voorzitter van de jury, al die wie er foto's van wilt nemen, in breed beeld nodig. Bonnie. Niks van. Ja. Dus deze goedemiddag mensen... allemaal. Als er vier keer nodig hebben voor die in de kop, want dan komen we 6 keer per jaar buiten. Goed? Eerst en vooral, proficiat met Nancy Diamond voor jullie prachtige verkiezing van de junior prinses. Hey. Een machtige opkomst. En laten we vanmiddag, jongens, allemaal denken aan de vriendschap en carnaval. Hé?
geen ambras onder elkaar. We hebben winnaars en verliezers, maar denk erom, vandaag zijn er geen, maar ook geen verliezers. Dan mijn vraag aan de jury allemaal, stem met uw hart en niet met uw vriendschap. Ik kan er over nadenken, hé, houd er allemaal, hé. En ik hoop allemaal voor sportieve namiddag. We beginnen met het eerste intrede van kandidaat nummer 1. Dat is onze Kiki. Hé. Om 3:30 draagt intrede van ons kandidaat nummer 2, Joya. En dan gaan we een half uur in een pauze, want we hebben ook dorst hier allemaal. Hé. Dus geniet van jullie namiddag en ik sluit hier af met een drievoudig Allah, Allah. Voilà. Als er mensen moesten zijn die het niet verstaan hebben, er is op teletext is er, kunnen dat laten vertalen wat die meneer allemaal gezegd heeft. Zijn er maar al niet teletext, we hebben het heel moeilijk, want ik kan niet lezen, niet schrijven. Nee, onthoud er allemaal. Goed manneke, nooit voor die ontvallen, want ik ga het allemaal weer gaan schrijven. Dankjewel. Nummer 1, ja. Maak nu een afmars voor deze prominente, alstublieft.